Oké okay, lieve mensen, donderdag 4 februari en tijd weer voor een nieuwe episode. En ik hoop dat ik voldoende batterij heb, want op dit moment zag ik dat het streepje rood is. Maar we gaan zien hoe ver we komen. En het topic van vandaag is alles wat ik kan, kun jij ook? En misschien denk je ja, de of misschien denk je hell no, maar dat is echt iets waarvan ik over ben. En wat ik heel graag vandaag met jullie wil bespreken is eigenlijk hoe je stapje voor stapje naar je droom toe kunt werken. Dus het was exact vier jaar geleden, uh, nou, niet helemaal, ja, ik denk wel, nou, niet helemaal exact. Uh, het was rond deze periode dat ik wakker werd uit mijn narcose. Ik denk dat ik eigenlijk rond deze datum. Uit het ziekenhuis ontslagen werd en naar huis toe mocht gaan. Dus in 2017 ben ik geopereerd aan uh, twee breuken in mijn onderste wervel. En daarvoor uh, moest ik onder naar kozen. En ben ik zeg maar van de voorkant en van de achterkant zeg maar vastgezet met een soort van schroeven en platen. En. Um, um, nou ja, dat was het begin eigenlijk, zoals ik dat altijd zo mooi zeg, van mijn ontwaking. Dat was echt het begin van dit hele Sophie's Choice gebeuren en het pad naar mezelf vinden en mezelf vooropstellen, met name dat stukje. En um, ik weet nog dat ik uit Narcose kwam en dat ik echt meteen voelde er is iets veranderd. Dus je moet je voorstellen, ik had twee jaar lang echt rondgelopen met extreem diepe pijn, fysieke pijn. Um, de dokters konden in eerste instantie daar niks over vinden. Ze zeiden van nou weet je, het is geen hernia, uh, het is geen uh, Lyme-ziekte, We weten het eigenlijk niet. U moet er maar mee leven. En ik slikte ontzettend veel uh, morfine, pillen en, en troep. En het nou, was, was allemaal niet zo uh, roze geur en maneschijn. Um, maar ik wist gewoon van, nou, er moet iets aan de hand zijn, want uh, ik weet dat je psychisch gezien echt wel jezelf ook wel dingen kunt. Een soort van aanpraten. Ik bedoel, als je niet lekker in je vel zit, kan dat zich ook fysiek uiten. Maar ik wist gewoon van, nou, er is hier ook fysiek iets aan de hand. Toen dus ik ben uiteindelijk, dat kennen jullie verhaal, denk ik wel. Ben ik naar een privékliniek gegaan en die heeft eigenlijk heel snel toen wel de diagnose kunnen stellen. En toen uiteindelijk, na nog heel veel gesteggel en gedoe en voor mezelf opkomen, ben ik toen dus in 2017 geopereerd. En ik had dus twee jaar lang echt heel veel pijn. Ik weet nog wel dat uh, af en toe dan bijvoorbeeld. Uh, toch besloten al even uit eten te gaan. En dan echt na een kwartier lang moest ik gewoon opstaan. Ik kon gewoon niet zitten. Het was echt. Ja, uh, aggering. Het was, het was heel heel naar. En het uh, was eigenlijk veranderd van iemand die heel actief is en iemand die eigenlijk helemaal niks meer kon. En ik lag eigenlijk de hele dag een beetje op de grond. Want in bed deed ook pijn. Ja, het was. Uh, het was een prudie. Maar ik wist op het moment dat ik wakker werd uit die narcose, wist ik, er is iets veranderd. Ik voelde ik had natuurlijk nog wel ontzettend die pijn van de narcose en eh, ik kon nog niet lopen. Ik was super ziek. Oh my god. Ik heb echt die hele, <laughs> hele boel daaronder gekotst. En ik geef nooit over. Maar toen was ik zo zo ziek. En oh, die arme verpleegkundige. Ik weet nog, het was een jongen, een jongen jongen, en die moest het allemaal opruimen. Nou ja. Over mijn ex. En ik weet dat mijn moeder toen nieuwe uks is komen brengen omdat ik mijn hele ex had ondergekotst. Nou ja, anyways. Ondanks dat allemaal wist ik wel dat er iets veranderd was. Ik voelde het diep van binnen. En um, um, ik weet ook wel echt dat, dat ik echt zo'n moment had op dat moment van oké, okay, vanaf nu gaat alles anders worden. En ik was iemand die heel perfectionistisch was. Uh, ik werkte in een eetstoorniskliniek. Um, daar uh, nou ja, werk je met uh, een soort van ja, x-aantal cliënten die je moet zien per week. En je moet je, je, je DBC's op orde hebben. En je moet, nou, je, je moet van alles. En ik was daarnaast ook nog voorzitter van de ondernemersraad. Daarnaast had ik ook nog een webshop met twee verkooppunten. Uh, dus ik rende echt letterlijk door de gangen heen. En ik weet ook wel dat mijn manager op een gegeven moment zei van... Oh my god. Loop eens rustig, maar ik had geen tijd om rustig te lopen. Ik moest zeg maar gewoon doorchasen met mijn leven. En ik was zeker niet ongelukkig hoor. Als ik uh, in die periode, ik bedoel, ik had Maurice en ik had Bonk en ik had een mooi huis. En ik was niet ongelukkig, maar ik was nog niet op de plek waar ik nu ben dat ik echt. Geloof, ja, echt kamferend was in wie ik zelf was. Dat ik minder die drang had om mezelf constant te moeten bewijzen. En voor alles een 10 plus moest krijgen. Zo'n beetje. Dat is eigenlijk het idee, natuurlijk, als je zo hard loopt te rennen en loopt te streven. En wat ik dus vandaag mij leuk leek om. Uh, ik ben dus bezig met een soort van. Um, uh, ik ben bezig met een soort e-mail funnel. En ik, heb, ik, ik maak geen funnels. Hè. Voor degene die dat weet, normaal gesproken maak ik nooit funnels. Maar ik ben leuk bezig met een soort van leuk experiment. Dus voor degene die al op mijn mailinglijst staan, hou het in de gaten. En voor degene die niet op mijn mailinglijst staan, zou ik zeggen: meld je even aan voor, voor mijn mailinglist. Uh, op dit moment <laughs> weet ik eerlijk gezegd niet waar er een link is waar je kan aanmelden. Maar je vindt vast wel iets ergens. Um, uh, want ik ben eventjes niet. Uh, ik wil eventjes niet dat soort dingen allemaal gaan, meteen gaan uitwerken en link plaatsen. Whatever. Als je erop wil komen, dan kom je er wel op. Zoek het maar even uit. Um, maar in ieder geval voor die, voor die, uh, die mailserie die ik aan het maken ben. Wat ik heel erg voelde tijdens de laatste periode. Dat ik dus, um, dus na elke marketing, uh, spirit marketing, sales funnel, is er altijd een periode van rust. En die periode van rust dient er heel erg voor om te voelen wat trekt er nou echt aan me? Wat is de volgende stap? Wat is nou echt mijn pad? En ja, ik vind dat heerlijk. En wat ik dan in zo'n periode ook altijd doe, is dus ook echt voelen van oké, okay, wat trekt er aan me? En ik heb dus in een boekje opgeschreven welke dingen er echt aan mij trekken. En ik heb dus ook afgesproken met mezelf dat alles wat zeg maar, niet in het boekje staat opgeschreven, dat ik dat dus ook de aankomende lancering niet ga doen. Dus het wordt best wel een leuke, interessante lancering, omdat heel veel traditionele dingen die ik hier voorheen wel deed, die staan dus niet in mijn boekje. Dus ik ga echt het spirit marketing stukje naar de next level trekken en onderzoeken: oké, okay, hoe kan je de principes dus. Echt zo toepassen als het eigenlijk geteacht wordt in de spirit marketing course. Want in de spirit marketing course teach ik een principe. En het hele principe van die course is juist dat je die stappen doet. Niet vanuit je geconditioneerde mind, maar vanuit je ja, Christ mind zou ik bijna willen zeggen. Vanuit je creatieve mind, dat je echt het laat ontstaan. Dat, dat vind ik ook zo leuk van de methode is. Omdat je elk kwartaal weer een nieuwe lancering doet. Je begint eigenlijk met heel keurig alles opvolgen. En elke keer ga je een stukje verder en denk je, oké, okay, dat heb ik nu gedaan. Nu kan ik hem nog iets meer doen vanuit wie ik werkelijk ben en zo kom je steeds een stapje verder en ik ben natuurlijk nu uh, in mijn eigen derde ronde van de lancering en nou ja, ik vind het dus heel leuk om dus nog meer vanuit mijn Christ mind die stappen te gaan toepassen en daar hoort dus zo'n e-mail serie hoort daarbij en um, uh, een van de e-mails of een van de eerste e-mails die ik schrijf is alles wat ik kan kun jij ook en daar vertel ik dus eigenlijk dit verhaal ook een beetje. En daar neem ik je ook een stukje mee in het feit dat um, succes niet overnight komt. En ik snap heus wel dat de meeste van jullie dat ook wel begrijpen en snappen. Maar soms kan het wel zo voelen. Hè? Dus als je bijvoorbeeld luistert naar, weet ik, voor Mary Forleo of Cabby Bernstein. denk je: oh my god, ze zijn zo groot. En uh, waarom ben ik nog niet waar zij staan? Maar je moet niet vergissen dat Gabby, ik geloof uit mijn hoofd, al iets van 15 jaar hiermee bezig is. Zij was niet in één keer waar zij nu is. En ik ben ook op een gegeven moment, ondanks dat het bij mij best wel snel gegaan is, hè, relatief ben ik echt wel heel snel gegroeid met mijn business, is er natuurlijk wel een periode aan vooraf gegaan. Ik werd dus in 2015 werd ik ziek. Toen ben ik eerst twee jaar dus eigenlijk thuis gebleven. En toen tijdens mijn. De ziekteperiode en ook het herstelperiode toen ik dus echt besloot: van oké, okay, nu wil ik dingen anders gaan doen. Was het natuurlijk niet zo dat ik opeens uh, Sophies Choice had staan op de manier waarop ik het nu heb staan. Het is stapje voor stapje gekomen. Dus het begon eigenlijk met een ingeving dat ik dacht: Oh, weet je wat me wel leuk lijkt? Het lijkt me wel leuk om een beetje te schrijven over mijn, mijn, mijn herstelproces. Dus ik heb toen Fit Girls benaderd. Uh, ik kende de meiden die fitgirls uh, runden ik heb hen toen benaderd en uh, nou, zij vonden het leuk als ik wat artikelen voor hen schreef dus dat ben ik in eerste instantie gaan doen nou, van daaruit hadden ze me gevraagd van, vind je het niet interessant om ook vanuit je expertise als psycholoog in eetstoornissen land zeg maar, wat artikelen te schrijven. Nou, toen ben ik wat artikelen gaan schrijven over eetstoornissen en mijn eigen ervaring daarmee. En um, uh, nou ja, tips en tricks over, over hoe om te gaan met eetstoornissen, et cetera, et cetera. Dus dat was eigenlijk mijn eerste stap. Gewoon een ingeving van, oké, okay, het lijkt mij leuk om nou, te, gaan, um, te gaan schrijven daarover... Van het een kwam het ander. En voor je het wist was ik dat aan het doen. Nou, toen ik daar eenmaal een beetje in zat, ontstond er een soort van verlangen van oh, weet je wat mij wel interessant lijkt om uh, vrouwen die kampen met een negatief zelfbeeld, uh, wat online sessies aan te bieden. En in die tijd werkte ik als psycholoog en uh, in een aids kliniek en ik was dus heel erg gewend aan één-op-één sessies met mensen doen. Ik had nog nooit gehoord van online sessies. Ja, ik had er wel van gehoord, maar ik had nog nooit online sessies gedaan. En het leek me ook echt zo awkward. Ik bedoel, ik weet dat ik in een één-op-één contact goed goed contact met mensen kon maken, maar ik zag echt niet voor me hoe ik dat online zou kunnen doen. En toen de tijd had je ook nog niet echt veel dingen zoals Zoom en dat soort dingen. Um, dus wat ik toen ben gaan doen, toen ben ik iets echt in mijn comfortzone gaan doen. Toen dacht ik: Weet je wat ik ga doen? Wat ik wel durf, want het ging echt over durven. Wat ik wel durf, is um, online chat sessies aanbieden. Want dan zien mensen mij niet. Dus dan kan ik gewoon in alle rust in de chat reageren op de ander. En ik weet eigenlijk niet meer hoe dat precies gegaan is. Maar ook dat idee had ik toen gewoon. En dat heb ik toen online geplaatst. En toen kreeg ik daar wat aanmeldingen voor. En het leuke is dat een van de eerste klanten die zich daarvoor aanmelden. Dat is nog steeds een hele trouwvolgster van mij. En die komt ook naar mijn events toe. En het is echt heel erg leuk om te zien hoe lang diegene al uh, ja, op mijn pad is. Um, en toen ging ik gewoon, weet ik voor wat, voor 75 euro. Voor zes sessies of zo, ik weet het niet meer precies. Gaf ik dan online uh, ja, chat sessies. De reden waarom ik dit zo belangrijk vind om te vertellen, is omdat ik echt het heel erg spannend vond in het begin. Ik durfde echt geen online sessies te geven. En ik denk dat heel vaak de misvatting kan ontstaan dat mensen denken van ja, als ik dat niet durf, dan ga ik dat nooit durven. Maar kijk hoe comfortabel ik nu ben om sessies te geven. Ik bedoel, het is helemaal niet iets wat ik awkward vind. Dus begin klein. Nou. Dat heb ik toen gedaan. En uh, naarmate ik me dus steeds zekerder ging voelen, durfde ik natuurlijk ook steeds meer stappen te gaan zetten. En uh, nou, op een gegeven moment gebeurde er het een en ander op mijn werk. Uh, universum, uh, nou ik had gewoon een heel sterk verlangen. Ik wist wat ik wilde. Ik durfde die stap niet helemaal te zetten. Dus het universum heeft mij daar een handje mee geholpen. En uh, in die periode ontstond er ook echt een verlangen om te zeggen, oké, okay, weet je, en nu wil ik echt helemaal voor mezelf gaan en wil ik ook niet meer in vaste dienst. En dat was voor mij heel spannend, want ik was uh, eigenlijk mijn hele leven in vaste dienst geweest, tien jaar lang. En um, dus net nadat ik uit uh, van de universiteit afkwam, ik geloof ik in 2008 was ik officieel uh, afgestudeerd. Um, maar 2007 was ik al begonnen met, met werken bij die instelling. En um, ja, ik was eigenlijk niets anders gewend. Ook dan een vast inkomen. Ik heb uh, best wel een um... hoe <laughs> Moet moeten lachen. Maar ik heb best wel een, een, een extraverte of een ex, extra ga, extravagante levensstijl. Altijd al gehad. Ik weet nog dat ook toen ik jong was of jonger was. Een jaar of dertien. Ik gaf altijd meer geld uit dan ik had. En dan had ik een, een, een hele goede vriend van mij. En die bood gewoon aan: Oh, zo, weet je, ik betaal het wel voor je. En dus op een of andere manier kon ik het ook altijd kopen. Maar um, um, ja, ik heb altijd veel geld uitgegeven. Daarom werkte ik ook veel. Mijn moeder had zoiets van: Nou, weet je, prima als je veel geld wil uitgeven aan al je kleren en gedoe. Maar dat moet je toch echt zelf betalen. Wat zij wel deed. Is dat zij zei als je gaat werken, dan, dan uh, wat jij werkt, dat betaal ik jou ook. Dus als jij uh, 5 euro per uur krijgt, dan krijg je ook 5 euro per uur van mij. Um, dus dat was wel een motivatie ook om te werken. En ik heb altijd gewerkt vanaf mijn dertiende. Ik heb gewerkt uh, in de horeca. Ik heb gewerkt heel lang in de thuiszorg. Ik heb heel lang gewerkt als een soort van uh, oppas au pair. Uh, ik heb op kinderdagverblijven gewerkt. Ik heb altijd gewerkt, altijd. Uh, maar dat had ik ook nodig, want wat ik zeg, ik hield ervan uh, om, uh, ja, om, om duur te leven. Ik bedoel, ik ging naar de universiteit en de meeste mensen hadden een soort van basis, uh, weet, ik wat die, weet ik veel wat ze deden, weet ik ook trouwens niet. Maar ik ging gewoon op vakantie naar de Dominicaanse Republiek en naar Mexico en naar Parijs en nou ja, you name it. Dus nou ja, werken... Uh, was belangrijk voor mij, want ik had dat geld uh, een soort van nodig uh, om mijn levensstijl te kunnen betalen. En later had ik natuurlijk ook een koophuis. En wat ik zeg, ik heb een bepaalde levensstijl waarvan je kan natuurlijk ook zeggen, ik kan minder geld uitgeven. Maar dat is niet waar ik in geloof. Ik geloof heel erg dat je moet leven zoals je wil leven. En als ik een vakantie wil boeken van, weet ik, van 10.000 euro. Ja, dan moet ik gewoon zorgen dat ik het geld verdien om dat te betalen. Dat is altijd mijn levensinstelling geweest. Um, maar toen ik dus geen, geen vaste baan, toen ik dus koos om niet meer in vaste dienst te gaan, viel er heel veel zekerheid weg. Maar er ontstond ook iets interessants in mij. Want dat, dat die vaste baan dat was ook een soort van gevangenis in de eerste instantie gewoon omdat ik daar echt niet helemaal mezelf uh, kon zijn. En kon zijn, het was natuurlijk een keuze. Ik koos ervoor om daarin niet mezelf te kunnen zijn. Maar ik voelde me daarin belemmerd. En ook het salaris was natuurlijk gewoon een salaris, een x salaris wat je kreeg. En dat was wel een soort van mijn cap. Uh, dat meer dan dat zou ik toch echt niet gaan verdienen. Niet veel meer dan dat. Dus dat zou gewoon pers perspectief zijn voor de rest van mijn leven. En um, dat wilde ik niet. Ik wilde echt financieel vrij zijn. Ik wilde nog veel meer kunnen doen wat ik zeg. Als ik op vakantie van 10.000 euro, dan wilde ik dat. En dat kon natuurlijk toen de tijd helemaal niet. Maar het was wel even heel spannend. Want dus ik maak een keuze, ik ga helemaal voor mezelf. Maar hoe de hel doe je dat als je geen, geen vast inkomen meer hebt? Hoe ga je dat geld verdienen? Nou, ik heb toen tegen mezelf gezegd, ik geef mezelf een jaar. Een jaar de tijd. En ik had ook iets in mijn hoofd gemanifesteerd. En ik dacht, als ik dat manifesteer, dan heb ik ook de mogelijkheid om mezelf een jaar te geven. Nou, dat was allemaal gelukt. Ik had met visionboards gewerkt. Ik had het bedrag op dat visionboard gezet. Ik had gezegd van, dit is het bedrag wat ik uh, voordat ik uit dienst ga, uh, gemanifesteerd wil hebben... En, uh, nou ja, de details hoe ik dat gemanifesteerd heb is even niet zo relevant, maar uh, dat is me gelukt. En toen had ik dus ook de mogelijkheid om mezelf een jaar de tijd te geven. En in dat jaar tijd uh, ben ik er toen ook helemaal voor gegaan. Maar ook toen was het natuurlijk weer stapje voor stapje. Dus ik begon met een soort van verlangen van, weet je, wat ik echt wil is eigenlijk gaan... Nee, in eerste instantie was ik gewoon online sessies thuis gaan geven bij mijn moeder in, op, uh, op haar kantoor. Um, en nou, dat vond ik op zich best wel leuk, maar nou ja, daar ga je natuurlijk nooit je financiële vrijheid mee ver verdienen als je um, alleen maar één op één klanten ziet. En al helemaal niet, dat was ook helemaal niet mijn droombeeld van mijn leven om de hele dag klanten te zien één op één. Dat is eigenlijk een soort van nachtmerrie voor mij. Dus al heel snel kwam ik erachter dat wil ik niet. En toen ben ik dus um, gaan bedenken, oké, okay, dan wil ik gaan online ondernemen. En ik wil mensen helpen. Ik had echt nog geen idee uh, wat dan precies. Uh, maar goed, ik wist dat ik goed was in vrouwen confident geven. Dus ik had zoiets van, uh, uh, daar ga ik iets mee doen. En ik ga online ondernemen. En wat ik ben gaan doen is me eigenlijk helemaal gaan verdiepen in het online ondernemerschap. En ook later in de e-mailseries zullen jullie daar een mail over krijgen. Maar wat ik bijvoorbeeld heel erg had toen ik begon met online onderneming. <coughs> Is dat ik daar een enorm vooroordeel over had? Ik had wel echt het gevoel dat dat behoorlijk onethisch was. Ik vond eigenlijk ook niet dat je geld kon vragen voor mensen helpen. Dat was echt mijn overtuiging. Uh, dat is ook wel waarom ik in het begin heb natuurlijk een online training gegeven voor uh, de, uh, de Empower Your Mindset Training. Die helpt je echt om weer gelukkig te worden met jezelf. En daarna ben ik de Money Mindset Training gaan creëren, omdat ik echt mijn eigen Money Mindset moest aanpakken. Ik moest loskomen van die beperkende overtuigingen om veel te geld te gaan verdienen. En ik kwam er al snel achter dat juist door veel geld te verdienen je ook heel veel mensen kunt helpen. Maar in het begin vond ik dat echt heel lastig. Ik vond dat heel onethisch. En um, ik weet nog dat ik dan wat webinars ging bijvolgen voor het eerst. Ik had er nog nooit van gehoord in mijn omgeving. kende niemand het. Ik had het er ook met niemand over, want iedereen had natuurlijk zoiets van dat het een soort van scam is. Maar ik voelde wel van nee, dit is het pad waar ik naartoe wil. En ik weet nog dat ik een eerste online training ging afnemen tijdens het webinar. En ik had echt de hele tijd het gevoel van, oh my god, ik word echt hier zo in de maling genomen. En ik weet ook, toen ik dat had dat ik dacht, oh my god, wat heb ik gedaan? Dit is heel erg, ik heb niet eens inkomen, en ik heb mijn geld hier aan uitgegeven. Nou ja, je kent het ongetwijfeld, dat gevoel. Um, maar het... het, het um Waar ik me heel erg toe uitnodigde was om anders te gaan kijken naar online ondernemen. En dat vooroordeel over online ondernemen los te laten en te zeggen I'm willing om te zien hè, wat, wat dit mij te bieden heeft. Dus ik ben me helemaal gaan verdiepen in dat online ondernemen. En toen heb ik eigenlijk gezegd: Oké, okay, nou, als je online wil ondernemen, heb je een online cursus nodig. Dus ik ga een online cursus maken. Nou, die had ik echt super snel gemaakt in twee dagen tijd. Uh, toen dacht ik: Nou, ik heb mijn online training af. Ik zet hem online en nu komen de mensen. Dat gebeurde natuurlijk niet. Dus ik moest me echt gaan uh, ja, onderwijzen in het geven van webinars en in het, geven van, uh, in het verzamelen van e-mailadressen. En ik had echt geen idee. Ik had het nog nooit gedaan. Ik ben het toen gewoon stapje voor stapje gaan doen. En toen had ik dus echt in een hele korte tijd, ik geloof in drie maanden tijd, had ik dus, zat ik op dat thema passief inkomen van 10.000 euro per maand. En toen is het balletje heel snel gaan rollen. Maar, we zijn nu 20 minuten aan het praten. Um, dat ging natuurlijk niet 20 minuten aan vooraf, maar alles wat ik in deze 20 minuten heb verteld, ging daar wel allemaal aan vooraf. Het ging niet van het ene op het andere moment. Het is een... Stapsgewijs proces geweest. En bij de ene gaat het wat langzamer dan, dan, de, dan bij de ander. Maar je, uh, mijn, mijn, mijn main message van vandaag is dat je echt die confident in jezelf houdt. Dat alles wat een ander kan. En als jij dat ambitieert, dat kun jij ook. Alleen gun jezelf de tijd. Gun jezelf de tijd en de ruimte om je eigen pad te volgen. Want daar ligt echt de magie. Als je voelt van dit is mijn pad, en ik weet dat ik ga komen. En ook al duurt Doet susje er drie maanden over. Als ik voel dat ik er een jaar over moet doen of drie jaar over moet doen, dan is dat jouw pad. Daar is geen falen in. En um, de reden, echt, de main reden waarom ik voel dat ik deze podcast wilde opnemen, was omdat ik echt wil meegeven dat als je een verlangen hebt je gewoon ergens moet beginnen. Ik werd niet al een succes, opa werd niet over. <laughs> Leuk dat ik mezelf wel in één zin noem met opa. Opa werd niet in één, uh, over één nacht ijs een succes. Gabby niet, niemand niet. Je begint en stap voor stap kom je waar je bent. Ik weet niet of jullie dat verhaal van Jim Carrey ken, kennen. Maar Jim Carrey is natuurlijk inmiddels een superbekende acteur... Maar toen hij begon met acteren, was hij ook, werd hij constant afgewezen, constant afgewezen, constant afgewezen, constant afgewezen. Op een gegeven moment ging hij een keertje s'avonds naar de Hills rijden in, ik geloof in, in, in Hollywood. En dan ging hij daar zitten en toen heeft hij een cheque naar zichzelf uitgeschreven. Een cheque van uh, een, een x-bedrag heeft hij in zijn portemonnee gedaan. En hij zei van binnen een jaar wil ik dit geld manifesteren door mijn eerste film. Dat heeft hij toen losgelaten. Hij is gewoon zijn ding gaan doen, zijn pad gaan volgen. En precies geloof ik... Nou, exact rond die datum heeft hij toen vervolgens exact dat bedrag gemanifesteerd aan zijn eerste film. Terwijl hij toen nog een onbekende acteur was. Dus zet je goal. Set, bedenk waar je naartoe wil. En vertrouw dat het gaat gebeuren. En ga handelen naar je eigen gevoel. De, de belangrijkste, het belangrijkste geheim van de Love Attraction is dat het niet voorwaardelijk mag zijn. Je mag niet zeggen: ik doe dit omdat ik dit wil bereiken. Je doet het omdat je jezelf. Je wil leven in overeenstemming met je source. Dus op het moment dat je zegt dit is wat ik wil. En je gaat vervolgens in overeenstemming leven met jouw source. En dat betekent echt je eigen hart volgen. The way of the heart volgen. Dan manifesteer je wat je wil. Dus begin stap voor stap. Voel je een verlangen? Gun jezelf dan om vandaag die eerste stap te zetten. Hoe klein of onbenullig die stap misschien ook voelt. You can do this. You can do this. Zeg tegen jezelf: I can do it. <laughs> Voor iedereen die Abram Hicks kent, ze hebben echt zo'n super zullig liedje: Dream big. You can do it. Feel joy. You can do it. You can do it. Nou, dat dus. You can do it. Can do it. Je kan alles bereiken wat je wil. Yes? Peace out. En tot de volgende keer wanneer ik de inspiratie voel. Ciao for now.